Zo, hij is al begonnen. Ja, toch? Ik doe niet aan knippen en plakken in mijn filmpjes. Nee, dus dat wordt gewoon één gesprek. Ja, toch? Heel misschien haal ik alleen af en toe gewoon... ik haal helemaal niks weg. Ik wil maar wat. Voor de mensen die jou niet kennen. Ja. Want je bent... wie ben je eigenlijk? Mijn naam is Jonito. Ik heb 27 jaar. Ik ben rapper. Als Nito DMC. En daarnaast werk ik ook sporten. En dat ben ik, man. Ja, doe maar gewoon alsof ze er niet bij zijn. Oké, ja toch? Begrijp, dan zie ik je de hele dag kijken naar het ding. En ik raak ook heel snel afgeleid. Maar je bent dus een rapper en je bent 27 jaar. Hoe heet je? Jonathan of Jonathan? Jonito. Jonito? Yes. The fuck is dat voor naam, joh? Dominicaans. Oké, dus ja, gewoon... Eigenlijk is het Johnny. Ja? Maar zeg maar, onze ouders die geven zeg maar... Onze kinderen zeg maar een soort van een verkleinde woord. Dus is het Jonito geworden. Oké. Dus mensen kennen mij als Jonito. Je komt uit Den Haag? Ja, man. Schilderswijk? Nee, man. Oké, waar? Ik woon bij Moerwijk. Moerwijk. Ja. En wat doe je voor werk, voor de kost? Ik werk in de bouw. In de bouw? ZZP'er. Ja, man. En wat doe je dan in de bouw? Isolatie zetten we. Oké. Ja, man. En even zonder grap, hoor. Ja. Dus hoe ben jij gewoon terechtgekomen om mij een bericht te sturen en te zeggen van, hey, yo, ik wil een interview? Ik ben daar gewoon benieuwd naar. Heel eerlijk, is gewoon was op gevoel, man. Ik had een laatste interview van je gezien. Dat was volgens mij met een half Marokkaanse meisje, kwart nog wat, kwart nog wat. Ja, kwart dit, kwart dat. Ja, toch, ja, van alles en nog wat. Juist. Dus eindstand. Maar ik wil altijd, zeg maar, dit wat jij doet. Zeg maar, gewoon algemeen met iedereen praten, zeg maar, die eigenlijk niet op tv komt. Zou ik zelf ook altijd willen doen, naast mijn muziek. Ja. Snap wat ik bedoel? Dus ik was altijd al gewoon geïnteresseerd om gewoon interview te houden of te praten hoe ik kijk naar de wereld, kijk naar geloof en alles erop en eraan. Want ik zie hier, dat zien de kijkers niet, maar ja, ik zie hier een... Een kruis. Een kruis, dus ik neem aan dat je ook christelijk bent. Yes. Welke vorm van christelijkheid? Evangelie. En wat houdt het in, Evangelie is, hoe kan ik het uitleggen? Katholieken, die geloven in beelden, zeg maar, en bidden ook naar beelden. Yeah. Als hun zondes hebben gepleegd, dan zeggen ze dat tegen de pastoor. Yeah. Vragen ze voor vergevenis. Wij doen dat niet, want de enige in onze ogen die jou kan vergeven is God. Gruwelijk. En, mag ik dan zeggen dat de katholieken zeg maar, een soort afvoerputje zijn van het christendom? Nee. Dat gevoel heb ik vaak. Okay. Is dat niet zo? Ik zeg je heel eerlijk, ik observeer heel veel geloven, maar ik zie bij katholieken dat er gewoon te veel geld is. Ja, zeg maar in elk land waar ik kom, ook in mijn eigen land, de grootste kerken zijn katholieke kerken. Ook als je hun kijkt, hun hebben allemaal privéjets en zo, diegenen die in Italië zijn en zo. Dus... Maar het Vaticaan, is dat ook katholiek? Nee, ja, man. Ja, serieus? Ja, man. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, man. Het Vaticaan is katholiek? Ja, man. Oké, okay, ziek. Oké, okay, nou, dat zegt eigenlijk alles al. Dan is het inderdaad een afvoerputje van het christendom. Ja, zeg maar, mijn oma is zeg maar heel extreem. Ja. En die zegt ook van gewoon dat hun soort van door geloof worden, als er zeg maar einde tijd komt, mm-hmm. wat iedereen zeg maar moet aanbidden. Mm. Zeg maar, dat zo staat het geschreven zeg maar, via de evangelie. Zeg maar. Beetje in de islam en de jodendom. We geloven allemaal in de eindtijden. Zeker, zeker. We geloven ook allemaal in de antichrist. Waar Netflix trouwens nu een serie over heeft gemaakt. Fucking ziek. Kijk je ernaar uit? Ja, zeker, zeker. Super zeker. Ik zeg het ook altijd tegen al mijn vrienden van... Dit is niet zomaar, weet je. God heeft alles geschreven en God werkt op zijn manier. Dus ik zie ook gewoon van, nu komen heel veel dingen uit. Zeg maar, eerst kwam Lucifer. En nu komt de antichrist, weet je, het komt dichterbij. Ja, het komt gewoon dichterbij. Je kan er niet omheen, weet je. Even terug naar je oom. Je zei dat hij heel extreem is. Wat bedoelde je daarmee? Bedoelde je gewoon goed gelovig? Of... Ja, man, ja, man. Ja, toch? Zij zegt tegen mij al gelijk, als ik naar de discotheek ga, of deze tattoo wil ze niet zien, man. Ik zeg heel eerlijk, ze zegt, je gaat naar de hel, je gaat daar. Ja, man. Want dat is ook iets met katholieken. Je kan de hel kun je zeg maar vrijkopen, toch? Als je goed doneert en je biecht alles op. De reden dat zeg maar heel veel mensen die evangelisch zijn, zeg maar katholieken, niet serieus nemen, maar een soort van kijken van, is omdat hun eigenlijk heel de week alles mogen doen, mm-hmm. zolang ze maar zondag naar de kerk gaan. Oké, op die fiets, ja. En jouw oom of jouw tante? Mijn oma. Jouw oma, sorry. Ja. Maar drinkt zij bijvoorbeeld ook? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Ook geen varkensvlees? Nee, ja, varkensvlees is bij ons geen zeg maar, zonde, man. Zeg maar heel eerlijk. Ik heb wel... Ik persoonlijk, omdat ik train, zeg maar fitness, ik bijna geen varkensvlees.
Maar ik ga je heel... Je eet geen varkensvlees. Nee, man. Voordat je... Dan zeggen mensen, hij is geen varkensvlees. Nee, ja. Ik zie dat je geen varkensvlees bent. Nee, maar om te trainen, ja, dus dan is het ongezond vlees, bedoel je? Ja, voor mij. Weet je, plus het heeft geen toegevoegde waarde in mijn lichaam. En het voegt gewoon niks toe. Nou, jullie horen het, hè. Snap je? Ik krijg pijzen ervan, dus... Ja. Niet doen. Ik wilde bijna zeggen, maar hoe kom je dan aan al deze pijzen? Maar dan ben ik gemeen bezig, toch? Ja. Nee, je hebt geen pijzen. Ik maak een grapje. Maar je hebt wel een stroming in het christendom die ook echt geen varkensvlees mogen eten. Nee, maar je moet beseffen dat we bijna eigenlijk dezelfde regels hebben. Wij moeten ook eigenlijk vasten. Wij mogen ook geen varkensvlees eten. Heel veel rituelen wat jullie hebben, wij ook. Ook met slachten bijvoorbeeld, dieren slachten. Ja, eigenlijk heb je ook. Ja, want maar halal slachten is zeg maar gewoon al van de tijd van Abraham. Precies. Dan moest je je dieren moest je slachten. Ja. En mocht geen rood vlees. We hebben een hele boek, ik lees de oude boek ook alles. De hele boek staat gewoon netjes ingeschreven hoe jij je dier moet slachten. Daar wilde ik het eigenlijk over hebben. Want welke boeken volgen jullie dan, zeg maar? Want je hebt het Oude Testament, je hebt het Nieuwe Testament. Beide eigenlijk, man. Ja? Ja, man. En welke is dan zeg maar het meest... Wat zeg maar het meest zeg maar overeenkomt met de islam? Is dat dan toch wel het Oude Testament? Als ik eerlijk moet zijn, is het Oude Testament bijna eigenlijk een kopie gewoon van de islam, zeg maar. Qua regels en dingen. Het heeft meer regels, meer dingen waar je aan moet houden. Mm. En de Nieuwe Testament is meer gebaseerd op Jezus. Ja. Weet je? En voor mij is hij ook zeg maar, een soort van mijn grootste inspiratie. Ja. Zeg maar, de manier hoe hij heeft geleefd in deze wereld. Hoe hij met dingen omging en alles en zo. Zeg maar, dat is voor mij echt mijn voorbeeld. Ja, het doet mij wel een beetje pijn, eerlijk gezegd. Waarom? Nou, als ik zie bijvoorbeeld soms dat Jezus belachelijk wordt gemaakt. En dat het vooral dan de moslims zijn. Ja. Die zich daar heel kwaad en boos over maken. Omdat wij moslims geloven natuurlijk ook in Jezus. Klopt. Vrede zijn met hem. Klopt. En dat de christenen daar over het algemeen. Ja, die accepteren het makkelijker als er grapjes worden gemaakt over... Nee, man, ik niet, man. Ja? Het is voor mij, kijk, Jezus... Maar je snapt wat ik bedoel met over het algemeen. Want jij hoort nu bij een bepaalde groep die nog best wel... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik wil niet extreem zeggen of radicaal. Maar wel gewoon zich houden aan de richtlijnen van vroeger. Ja. Snap je? Dus niet aan hoe het nu, zeg maar, gevormd is. Want het christendom van nu is heel raar, als het mij vraagt. Ja, het is, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is heel weinig mensen zijn soort van geïnformeerd, ga ik je heel eerlijk zeggen, weet je. Heel veel mensen die zien de christendom als voor het eten bidden, één keer na zondag naar de kerk gaan en de pastoor jou alles laten vertellen. Snap je? In plaats van dat je God heeft jou je eigen hersens gegeven om voor jezelf na te denken. Yeah. Snap je? Dus in plaats van dat jij die boek leest, om je heen kijkt en het toepast, ga je gewoon blindelings iemand volgen. Terwijl letterlijk in de Bijbel en in de Koran ook staat dat je geen mens mag vertrouwen. Dus hoe ga je iemand vertrouwen die eigenlijk een mens is? Kijk, vertrouwen in de zin van... Kijk, ik heb een raptekst waarin ik zeg... Je gaat nu toch niet opeens uit. Ik ga niet rappen, maar ik ga twee zinnen. Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Nee, zolang er maar geen muziek bij zit. Nee, maar ik zat hier laatst met het meisje. Ja, ik had het en die begon opeens Adele uit het niets te zingen. Ik moest toen even... Ja, ik zag het. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Ik zag het, man. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt, dat je niet blindeling zeg maar, iemand moet vertrouwen. Juist. Je moet je eigen hersenen gebruiken. Maar oké, dan is er eigenlijk iets wat ik zeg maar niet begrijp. En ik denk, misschien kun jij mij dat wel uitleggen. Ja. Vaak proberen dan zeg maar bepaalde Jehovah's getuigen. Huh? Jehovah getuigen. Precies. Die proberen me te overtuigen. Klopt. En dan komen ze dan met de drie-eenheid. Want dit is eigenlijk iets wat zeg maar heel raar is. Ja. Want dus dan heb je voor de mensen die nu kijken. Mm-hmm. Dan heb je God. Ja. Voor ons allen. Voor jullie God. Mooi dezelfde. Voor de Joden ook. Hè? We geloven alle drie dat er gewoon één God is. Ja, toch. Maar dan heb je dus een groep christenen. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Katholiek of Jehovah's. En die zeggen. Je hebt God, je hebt de Heilige Geest, en dan heb je Jezus. Ja. En Jezus is God. Ja. En God is Jezus, maar God is ook Heilige Geest. Ja. En Heilige Geest is Jezus, maar Jezus is ook Heilige Geest. Ja. Het is een driehoek. Ja. En hij is de Vader, maar hij is ook de Zoon. Maar de Zoon is de Vader van de Zoon. What the fuck? Ik snap die niet. Die gaat dieper. Ja, kijk, weet je wat het is? Jehovah, kijk, ik wil Jehovah niet beledigen. Maar, mag gewoon. Nee. Maar eigenlijk beledig je zo, hè? Nee. Het is alsof je zegt, ik wil niet lullig doen. Nee, maar in de zin van zeg maar mijn ervaring met Jehovah. Want ja. Ook, kijk, als bij mij aan de deur komen, ik praat met ze. Je weet toch, zo ben ik. Dat is mijn karakter, weet je. Ik ga niet gelijk zeggen van nee, ik hoef niks te horen. Ik hoor jou uit.
Ik zeg wat ik moet zeggen. Fijne avond. Gruwelijk, man. Ja, ik maak altijd thee voor ze. Maar ze willen ze niet binnenblijven. Ze denken, hey, vriend, later. Ik zeg, wacht, kom terug. Maar wacht even, hoe dan? Vader, Jezus, dit, dat. Maar ga verder. Sorry. Nee, maar in ieder geval zo, zeg maar. Maar ik heb bij hun altijd het gevoel, zeg maar, als ze praten, dat ze zijn geprogrammeerd. Ze praten niet vanuit het hart. Snap je wat ik bedoel? Ze komen ook altijd met een boekje. En ze komen met precies, je weet toch, zelfs als jij met een verkoopboekje komt en komen met precies dezelfde woorden en die buurvrouw zegt precies dezelfde dingen. Het is niet dat het uit hun komt, snap je wat ik bedoel? En ik ken ook mensen van dichtbij, zeg maar, en ik weet hoe het, zeg maar, gaat in de Jehovah's getuigen, zeg maar, qua hoe ze, zeg maar, worden opgegroeid, snap je? Want het is eigenlijk een besloten groep. Een secte bijna zou je kunnen zeggen? Ja, dat is net niet. Nee, ja, ik zeg maar zomaar extreme zijn wel sectes, want ik maar heb ook gehoord. Ja? Jullie dan, ja. Of de christenen over het algemeen. Ja. Ik dacht dat bij alle christenen het zo was: God, Jezus, Vader, Heilige Geest. Maar is het bij jullie niet zo? Jullie erkennen wel dat Jezus, zeg maar, echt een profeet is. Profeet alleen. En dat hij dus gestort is door God. Of hebben jullie ook iets van: nee, Jezus is God of zo? Kijk, wat ons is aangeleerd is dat Jezus de Zoon van God is. Dus zeg maar, Maria is, ja, als het ware zwanger gemaakt door God en zij heeft een kind gekregen. Ik persoonlijk, ik laat dat in het midden. Voor mij is het omdat het belangrijkste is het verhaal van Jezus, zeg maar, die eigenlijk het belangrijkste is in de zin van hoe hij heeft geleefd op deze wereld en hoe hij mensen heeft behandeld en hoe hij ons een voorbeeld heeft gegeven. Hoe wij ons moeten opstellen in deze wereld. Maar snap jij dan wel dat er heel veel christenen, ik mag dan heel veel zeggen, als je het niet mee eens bent moet je me corrigeren, dan uiteindelijk toch dan kiezen voor het nieuwste geloof, het laatste geloof, in dit geval dan de islam, omdat zij toch met bepaalde vraagtekens zitten, waar ze mee zitten. Ja. Dus ze proberen het voor hunzelf te beantwoorden en ik snap heus wel dat je in dit leven niet overal antwoord. Zal ik jou eerlijk zeggen? Ja, tuurlijk. Voor mij is de islam de laatste boek. Ja. Maar Jezus is mijn pad. Ja. Snap wat ik bedoel? Voor mij kan je er niet omheen, in mijn ogen. Waarom? Want Jezus komt erin voor alles. Ik zou zelfs mijn vrouw bijna als moslim ook die gewoon hebben eigenlijk. Want van heel veel dingen waar ik naar kijk, zeg maar, hoe moslim met hun vrouw zijn. Want heel veel mensen zien de hoofddoek als iets laag en zo, maar het is totaal niet. Je moet juist applaudisseren als jouw vrouw zichzelf respecteert en de andere respecteert. En daarmee heb jij een schone vrouw die jij voor jezelf alleen hebt. Want jij bent op dit moment getrouwd? Nee, ik ben nog single, man. Oké. Okay. Ja, man. Ja, maar toch hoor ik dan wel een beetje, maar misschien heb ik dat verkeerd gehoord, van ik geloof wel dat islam, zeg maar, het laatste geloof is. Zeker. Je ontkent denk ik de profeet Mohammed ook niet. Nee, ik ontken niks van het boek, man. Oké, okay. Maar toch dan liever Jezus of zo. Jezus is mijn pad in de zin van de manier waarop hij leefde. Op de manier hoe hij heeft geleefd, snap je wat ik bedoel? Maar heb je ook bijvoorbeeld boeken gelezen over de profeet Mohammed, hoe hij heeft geleefd? Of dat nog niet echt? Heel eerlijk gezegd heb ik niet gelezen, maar ik heb, zeg maar, via gehoord dingen binnengekregen, alles erop en daar. Interessant, je bent wel openhartig. Ja, vind ik. Ja. Wat vind je van christelijke vrouwen? Want ik hoorde je net een sprongetje maken naar moslimvrouwen. Ja. Vind je dat bijvoorbeeld christelijke vrouwen zich, zeg maar, meer zouden moeten bedekken? En nee, want eigenlijk, mijn oma, die mag, als ik met een meisje dat thuis kom die kort rookt, zou ze zeggen eruit. Nee, ik zeg, wie draait? Jij of dat meisje? Ja, allebei draait. Je weet toch, wat kom je zo'n meisje brengen thuis? Ja. Snap wat ik bedoel? Dus zij is eigenlijk van die oude god. Het is eigenlijk hoe het hoort. Dus zeg maar, de nieuwe generatie moet eigenlijk de oude boeken ook lezen. Want jij loopt bepaalde dingen bij mannen uit als jij op een bepaalde manier loopt. Dan worden die feministes boos. Die zeggen, wij mogen er zo bij lopen. Jullie hebben het recht niet om ons iets dat aan te doen. Dat is aan jullie, weet toch maar. Dat is ook aan ons, al hoe wij serieus maar jullie nemen. Het is een wisselwerking eigenlijk. Ja, precies. Een man dient, zeg maar, er niet op gefocust te zijn. Ja. Daarna te kijken. Ja. Dan hou je ook je lust en je verlangen, zeg maar, in toon. Ja. Maar een vrouw zou het ons ook niet moeilijk moeten maken door erbij te lopen als een blote koe. Sorry, Mr. Verrit. Ah. Oké, okay. We gaan het zo dan hebben. Dit is wel vet. Maar je bent ook rapper. Ja, man. Dan is nu de vraag, hoe combineer je dat? Dan dat geloof. Ja. En dan rap erbij. Ja. En dit is niet, zeg maar, aanvallend bedoeld. Maar weet je, de meeste rappers tegenwoordig zijn. Welk geloof hangen ze aan tegenwoordig? Moslim, toch? Ik bedoel, Ali B, Ismail, Lijpen, noem het maar allemaal op. Het zijn allemaal boef trouwens ook. Het zijn allemaal moslims, maar ze rappen. Maar hoe zit dat voor jou als gelovige dan? Die combinatie? Die combinatie, ja. Ik gebruik het in mijn raps.
wel, snap je? Ik rap ook over dingen die niet eigenlijk met geloof te maken heeft. Maar ja, het is voor mij zeg maar het rappen zelf. Laat ik het zo zeggen, is rappen halal voor jou? Wij mogen het niet. Oh, ook? Gewoon. Wij mogen het ook niet. Nee? Nee. Dat is zeg ik, heel veel mensen weten heel veel dingen niet van de christendom. Waarom? Omdat ze nooit de boek hebben opgelezen. Jij mag nou, het is niet zo, maken. Het is niet zo dat, kijk, ik dan voor mezelf. Wij mogen het niet eens luisteren eigenlijk, hè? Nou kijk, dat is het juist. Het is niet dat ik niet op de hoogte ben. Ja. Maar er zijn zoveel stromingen. Ja. Met zoveel verschillende regels. In de islam heb je ook wel wat stromingen. Maar bijvoorbeeld, er is geen enkel stroming bij ons in de islam die zegt dat muziek toegestaan is. Echt geen enkele. Mm-hmm. Begrijp je? Dus het is voor mij altijd ingewikkeld van, oké, wie zit er tegenover mij? En wat hangt die aan dan, zeg maar, in het christendom? Maar jij zegt, het is ook dus bij jullie verboden. Gewoon, Wij mogen geen muziek... Maar wat vindt jouw oma daarvan? Dit wil dat niet horen, niks van dat. Zij is gewoon diehard. Zij is ook mijn grootste voorbeeld. Ja, echt? Vind ik wel mooi. Ja man, zeker man. Zij is weer ritme. Ik ging vroeger toen ik klein was altijd met haar bidden en zo. Want jij gaat naar de kerk regelmatig? Of nee, de kerk heb ik een beetje niet achter me gelaten, maar ik ben minder bezig. Weet toch, ik bid wel veel. Ik zoek het op, ik lees het. Maar, weet je, ik heb mezelf een keer gegeven. Weet toch, als je jezelf inneemt. Ik bedoel daar niet iets vies mee. Nee, maar gaan... ik denk nu aan een priester, ik weet het, ik heb mijn kind. Nee, maar... Snap je? Ja. Maar wat het is zeg maar, ik zie meer puurdere mensen, en dat geldt ook voor de moskee, dat geldt voor beide voor mij, buiten de kerk of moskee dan in de kerk. Want ik zie, zodra mensen zich soort van bezighouden met het geloof van ik ben bekeerd, ik ga dit doen, ik ga zo doen, dat zijn ze te veel bezig met anderen. Omdat ze net van de imam of pastoor hebben gehoord. Maar eigenlijk is dit ook een zonde, zeg maar, roddelen. Dus dan gaan ze letten op iedereen die roddelt bijvoorbeeld. Of, snap je, ze zijn te veel bezig met anderen zodra hun zichzelf dingen. Dus dan zie je, zeg maar, heel veel schijnheiligheid waardoor jij je soort Maar is het niet misschien de duivel in jou die dan jou het gevoel geeft van ja, je kan er beter niet heen gaan. Want er komen allemaal schijnheilige mensen en iedereen is bezig en bla bla bla. Want in principe zou je gewoon voor jezelf naar je moeten gaan. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ik ben ook bezig, zeg maar, nu toevallig ook gewoon weer naar de kerk te gaan. Maar meer in die zin, zeg maar, toen heb ik, zeg maar, niet de kerk gelaten of God gelaten. Maar meer, zeg maar, dat, zeg maar, door die ervaring. Wat vind je van die hele rap-industrie in Nederland eigenlijk, nu we het toch over rap hebben? Rap-industrie? Ja, heb je bijvoorbeeld bepaalde voorbeelden of gasten tegen wie je een beetje opkijkt van, nou ja, die zijn wel tof? Ik zeg heel eerlijk, ik kijk nooit tegen mensen op. Als ik hier moet zijn. Ik ben ook geen fan van niemand. Ook als ik rappers in de club zie. Zelfs als ik jou zou zien, zeg maar. Ja. Dat zou ik hebben. Weet je, dat heb ik altijd gehad. Maar... jouw persoonlijkheid moet... Maar je kan toch wel geïnspireerd worden door bepaalde rappers? Je persoonlijkheid zal me meer inspireren dan. Want het is altijd een paar nummers die ik denk van, hey, hard. Maar het is nooit, zeg maar, al zijn... Ja, nee, maar persoonlijkheid mag ook. Ik zeg eerlijk, ik vind Tupac bijvoorbeeld vind ik een hele vette gast. Ja, man. Ja, kijk, zijn persoonlijkheid bijvoorbeeld, dat voel ik echt. Weet je, hoe hij, waar hij van stond. Want je had het er net beneden ook bij mij over. Die gast maakte muziek. Ja. Maar het was vooral zijn persoonlijkheid die fucking hard was, toch? Ja, man. Zeker. Ik bedoel, we zien nu tegenwoordig moslimrappers. Ja. Die verkopen hun ziel. Voor een Mentos-bakje. Echt voor niks. En dan komen ze bij... Ja, als het niet minder is. En dan komen gasten bij Tupac. Ja. Die gaven hem in die tijd $100,000. Ja. Omgerekend naar nu misschien een paar miljoen euro. Mm-hmm. Voor een fucking simpele zinnetje. Hij moest een moslim spelen die een terrorist is. En hij wilde dat niet. Nee. Begrijp je? Nee, maar dat zeg ik. Dat is toch fucking karakter? Dat zeg ik. Ik kijk dan tegen dat op. Tegen karakter. Wanneer jij dat toont... Dan ben jij voor mij meer een christen of een moslim dan degene die in de dingen zit die zichzelf misschien voor minder zal verkopen als en, erop aankomt. En hier in Nederland hebben we niet echt, zeg maar, van die bepaalde rappers waarvan jij zou kunnen zeggen, nou... Ik zeg je heel eerlijk, man. Kijk, ik ga niemand beledigen, maar weinig mensen tonen karakter, man. Veel mensen zien... Dus veel... hij beledigt alsnog, ja. Nee, maar veel mensen zien veel dingen, maar iedereen speelt blind, man. Ja. Waarom? Voor hun eigen brood, ik begrijp het. Ken je de wereld een beetje? De wereld? De rapwereld. Ja, ik heb gewoon een paar dingen meegemaakt af en toe, weet je. Ik heb zelf veel rap. Is het bijvoorbeeld veel vriendjespolitiek? Ja, tuurlijk. Al die rappers kennen elkaar vaak van vroeger of al way back. Weet je, al die featurings en zo. En daarnaast is het ook geen echte matties of zo onder elkaar. Het is meer gewoon, weet je toch, wie in die hype zit, die wordt gedm'd of die wordt erin gestuurd. Dus iedereen probeert zich maar een beetje mee te liften met elkaar de succes. Yes. En als jij niks bent, dan kijkt niemand naar je om. Nee. Ook al heb je kwaliteiten. Ook al heb je 10.000. En als het hard gaat, dan gaat iedereen met je mee. Ja, en als het weer minder gaat, laten ze je weer net zo hard vallen. Ja, wat een smerige wereld. Ja, maar waarom zou je daar een onderdeel van willen worden?
Omdat dat eigenlijk de maatschappij is, als ik heel eerlijk moet zijn. Als ik kijk naar de rapwereld, is voor mij geen verschil met de maatschappij. De maatschappij die is gebaseerd op vanaf school al om jou te opleiden, zodat jij iets voor hun kan betekenen. Snap wat ik bedoel? Ze hebben jou niet aangegeven van luister dan, denk voor jezelf na, gebruik jouw talenten, doe wat het beste voor jou uitkomt. Nee, ga naar school, investeer zoveel jaren, zodat jij een dokter, advocaat voor ons kan worden, voor de maatschappij. Of een productiemedewerker. Ja, toch. Ja. Maar dus, voor jou is dus muziek eigenlijk iets om anderen dan te inspireren misschien in de toekomst? Of om vrij, wil je mensen vrij pleiten in hun manier van denken en doen? Eigenlijk wel, maar uiteindelijk wel. Ook al maak ik allerlei... Maar je weet dat het je niet gaat lukken, toch? Alleen maar, je moet het proberen, toch? Je moet positief blijven, ik zeg heel eerlijk. Ja. Kijk, maar rap je dan ook over bijvoorbeeld bitches en hoes en weet ik wat allemaal? Er komen een paar dingen wel in voor, maar ga ik niet voor je liggen, man. Ga ik niet voor je liggen, man. Oh jee. Ja, man. En ja, man. Waar moet ik dan aan denken, of wil je dat liever niet? Nee, ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Ik zeg heel eerlijk, ik ben realistisch. Dus alles wat ik rap is zeg maar wat ik heb geleefd. Ja. Snap je? Ik heb, zoals je het weet... Maar is dat dan ook echt zo? In de zin van, als je iets hebt meegemaakt, moet je het dan ook rappen? Moet niet. Het is aan jou wat je voelt om naar buiten te brengen. Snap je? Toch? Dat is toch raar? Mensen zeggen, als je dit meegemaakt, mijn vriend, je hebt sommige mensen die moeten poepen. Dat is misschien een heel raar voorbeeld. Mm-hmm. Maar het is echt een enorme grote drol. En dan hebben ze echt pijn. En dan probeer ze drukken. Begrijp je? Het is echt een vervelend ding. En dan denk je, dat hoor ik ook niet in je rap voorbij komen. Nee, klopt. Toch? Nee, dus er zijn bepaalde dingen die hou je liever voor je. Maar dat gaat dan ook natuurlijk voor je relaties en voor de liefdes die je hebt meegemaakt. Waarom moet alles naar buiten worden gebracht? Ja. Dat was een vraag eigenlijk. Waarom alles naar buiten wordt gebracht? Waarom? Ja, ik weet niet, man. Is dat cool om aan te geven van ik heb 10 bitches gehad en ze allemaal niet te vertrouwen, ze allemaal boos? Nee, kijk, ik zeg jullie heel eerlijk, ik adviseer ook iedereen. Ik heb al de appel gegeten, dus c'est moi, maar... Met appel gegeten bedoelt hij... Snap je? Ja toch, dat bedoel je? Ja toch. Okay. Ik heb de appel al gegeten, dus ik ben al klaar. Ja, maar toch zou je nog advies kunnen geven. Maar mijn advies is, niet alleen voor de vrouwen, ook de mannen. Hou jouw maagdelijkheid tot de huwelijk. Niet alleen voor de vrouwen, want iedereen geeft altijd advies aan de vrouwen. Van de vrouwen, nee, wij mannen ook. Ik zeg je eerlijk, om mijn 16e was ik zo, hè. Ja. Was mijn meid zo, ik zeg nee, ik moet... je weet toch, de appel was... Hoe oud was je toen je zeg maar... 17? Ja. Dan was je er wel vroeg bij. Ja. Zo, vind ik wel. Tenminste, tegenwoordig is het volgens mij nog eerder. Ik zeg heel eerlijk, om mijn school... Ik ga niet te overdrijven, maar waar wel... Zeg maar, chickies achter me. Hij is wel grappig. Ik wil ze niet beledigen. Ik wil niet... Nee, snap je? Huh? Maar ik zeg altijd, nee, dat rustige... Weet toch, ik ben altijd... Kijk, dat heb ik wel in me gehouden, weet je. Ik ga niet zomaar met een willekeurige vrouw trouwen, snap je? Ik kijk naar jou... Naar jouw ziel, hoe jij in het leven staat. Ik ben benieuwd naar wat voor soort type. Je had het net al een beetje aangegeven. Ik ga alleen even kijken, want hij gaat uitvallen. Dan moet ik hem even opnieuw aandoen. Is goed, bro. Zo, we zijn weer terug. Ja, wat voor soort type vrouw zoek je dan? Ik zeg heel eerlijk, voor mij... uiterlijk is belangrijk. Is dat de aantrekkingskracht er is. 1. Ja. Maar 2, uiteindelijk moet ik elke dag bij jou wakker worden. Snap je? En dan moet... Ja, dat is wel een hele moeilijke eigenlijk, man. Hè? Ja, gewoon dat je iedere dag naast iemand wakker moet worden. Dus nee, man. Niet. Kijk, weet je wat het is? Ik zeg je heel eerlijk. Als jouw partner, jouw mattie is, jouw vriend, dan is niks aan de hand. Waarom? Je gaat irriteren, je gaat ruzie maken, maar dat moet. Dat heet liefde. Liefde, mensen denken dat liefde is elke dag kusjes geven, roosjes. Nee, dat is geen liefde. Liefde is jaloers worden, uitschelden, elkaar tyfus in slaan. En daarna zijn we mooi. Bewijs ervan. Hey, dat laatste, dat klinkt goed. Elkaar de tyfus in slaan. Ja, ik zeg heel eerlijk, man. Heel veel mensen, ik zeg altijd tegen mijn matties, pas als je vrouw hebt geslagen, dat betekent dat je van haar houdt. Als zij dat aan jou naar boven haalt, ik zeg heel eerlijk. Maar kijk, niet, ja, je gaat je vrouw mishandelen, dit of nee, maar... Er komen situaties, dingen bouwen zich op, papapap. Zeg maar, je moet altijd zeg maar praten. Maar je moet me verbeteren, hè? Ja, zeg maar, ik wil beter begrijpen nu. Ja. Je moet altijd praten. Ja. Je moet de vrouw uitleggen. Ja. Als een vrouw het niet wil, dan moet je er eigenlijk zeg maar, een soort van boycott geen aandacht geven. Ja. En als dat ook niet werkt en ze is gewoon een beetje rebels, dan is het goed dus om tikken uit te nemen. Nee. Het is zeg maar... Maar dan, broer, je zegt klappen geven. Nee, kijk, ik zeg wanneer een situatie kan escaleren. Noem een voorbeeld. Ik ben je kan heel de dag geïrriteerd op elkaar zijn, dit en dat, pap. Dus de spanning is al hoog. Ja. Snap wat ik bedoel? Ja.
op een gegeven moment, zij gaat het uitlokken bij jou. Tuurlijk. In je gezicht aanraken, ah, dit, dat. Ja, ja, ja. Kijk, snap wat ik bedoel? En dan? En ik zeg, wanneer jij zoveel van een vrouw houdt, kan zij het uit jou krijgen dat jij doet en... Snap je wat ik bedoel? Ik heb nog nooit een vrouw geslagen, maar, wel fysiek, zeg maar. Je weet toch van, hé, doe rustig, kameraad. Oké. Okay. Snap je? Zo of gewoon? Nee. Gewoon diende sowieso niet, weet je toch? Oké, okay, dus gewoon meer gewoon even... Ja, man. Ja, ik weet niet... Nee, maar niet gewoon broer, meer, leg even uit, man. Zeg maar gewoon, je pakt haar gezicht van, hé, rustig moet je blijven. Want je weet toch, die chaos heeft geen nut meer. Hij zegt, tuft op je. Pff, nee. Fuck jou. Ja, doe vrouw. En wat ga je dan doen? Gaan we nog steeds wat? Okay. Ja, dat was fijn. Nou, dames, jullie horen het, ideale man. Gruwelijk, man. Wat zijn je toekomstplannen, broertje? Toekomstplannen? Ja. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb heel veel ambities, man. Ik hou van sport, ik ben nu lekker bezig. Daarin zou ik ook, zeg maar, naast mijn rapcarrière, zou ik daar ook in willen verder gaan. Mm-hmm. Weet je? En gewoon ondernemen, man. Ja, en als je gaat kijken naar de hele huidige klimaat nu in Nederland. Ja. Moslims, gewoon alles. Wat vind je van Nederland? Laat ik het zo zeggen. Nederland? Ik zeg heel, nieuws. Ik zeg heel eerlijk, Nederlanders beginnen nu pas wakker te worden. Wat wij buitenlanders al lang al wisten, beginnen hun nu. Je ziet toch wat gebeurt met die protesten, die boeren. Ja, die komen helemaal chaos zetten, die andere dingen. Snap je? Wij wisten al lang hoe de maatschappij in elkaar zit, want wij komen van hier. Mm-hmm. Snap je? Ik bedoel, wij kennen het spelletje al lang. Hun zien nu pas, Nederland is niet van mij. Want als ze willen, pakken ze alles morgen van me af. En we verhogen de belasting hoeveel we willen. Dit en dat, alles erop en eraan. Dat is van een klein groepje mensen. Snap je? En dat is wat Nederlanders beginnen nu pas te beseffen. Is dat in ons voordeel of nadeel? In de Bijbel staat, ik weet niet of het in de Koran zo staat. De eerste zal de laatste zijn. De laatste zullen de eerste zijn. Oh, oké. Okay. Snap je die wat ik mee bedoel? Je mag het uitleggen voor de mensen. Waar daarmee ik bedoel is van... Zeg maar degene die eerst helemaal hier staan, dat worden de ondergang. Mensen, en de mensen die helemaal onderaan waren en helemaal geen macht hadden, niks, die nemen het dan over. Waarom? Wij zijn getraind voor deze situaties. Wij zijn opgegroeid in deze situaties. Snap wat ik bedoel? Ja. Hun gaan in paniek raken. Je hoort ook eerder een blanke man zijn zelfmoord plegen als zijn vrouw weg of in zijn gezin. En dit. Nou, waarom? Nee, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Wij komen van dit. Wij vinden normaal als een illegale neef op de bank slaapt. Ja, en dit, met z'n allen gezellig doen, dit, dat. Snap wat ik bedoel? Wij zijn daarvan gewend. Maar... Bij Nederlanders, omdat ze van, ik zeg niet alle. Nee, moet je ze natuurlijk niet allemaal afkomen. Nee, ik hou maar wel veel. Ik heb veel Nederlandse vrienden. Ik heb Nederlandse vrienden die ik kan niet eens zelf met. Snap je? Maar dat in die opzicht wil ik zeggen, zeg maar. De eerste gaat laatste worden, de laatste gaat eerste worden. In de einde tijden. Sommigen die hebben dan bijvoorbeeld een baan. Ja. En dan heeft hij geen baan. Dan komt hij thuis. Paniek. Dan gaat hij een brief schrijven. Ik zie het leven niet meer zitten. Vriend, we hadden al vanaf het begin bijna geen baan. Begrijp je? We moesten struggelen. Uitkering, een beetje honger, begrijp je? Maar we waren gelukkig. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Dan komt er zo'n dochter zo. Begrijp je? Ik weet niet hoe. Nou, hoeft niet vertaald te worden. Maar die, of zijn vrouw die is bij hem weggegaan. Juist. Of hij heeft geen baan. En hij gaat gelijk kogel door zijn kop. Bewijs ervan. Dan ben je wel heel zwak eigenlijk, hè? Nee, maar wat zie je in Amerika? Maar het is wel eng dan eigenlijk, toch? Wat zie je in Amerika? Zie je Marokkanen in die scholen dingen? Nee, zie je donkere mannen? Nee, toch? Nee, man. Allemaal blanke mensen die een beetje ongelukkig zijn in hun leven. En als je kijkt wat voor huizen die jongeren komen, ze allemaal verwende kinderen. Ja, maar dat is trouwens nu leuk om even die terugkoppeling te maken. Dan voor het laatste stukje. Zeg maar, heel veel mensen willen heel graag beroemd worden. Juist. Een rapwereld ingaan. Ja. Muziek. Ja. Geld maken, carrière. Ja. Het eerste wat mij eigenlijk altijd opvalt is dat wanneer een artiest stopt. Ja. Vooral hier in Nederland, maar ook zelfs in Amerika. Ja. En in Amerika maken ze echt miljoenen. Ja. Hier in Nederland minder. Maar dan zie je dat diegene opeens niks meer heeft aan geld. Ja. Dan denk ik, hè? 20 jaar zit je in die wereld. Juist. Je stopt en je hebt niks. Mm-hmm. Rare manier. Prima. Dan heb je aan de andere kant, en dat is nog wel het meest zieke, ze zijn allemaal ongelukkig. Ja. Dus als jij weet dat al die artiesten, al die muzikanten, en ik heb het niet alleen over raps, maar ook gewoon een Marco Bassato, maakt niet uit wie. Ja. Maar als het je ongelukkig maakt, waarom zou je dan... Ja. Tegen de wil van God, want je zegt het zelf, in ons geloof kan het niet, jouw geloof ook niet. Alsnog dan die wereld in proberen te gaan. Ik vind het een risico. Kijk, ik zeg heel eerlijk, deze kruis staat voor opoffering. Toch? Mm-hmm. Daar is waar Jezus voor stond. En dat is de reden waarom ik het doe. Ik hoef geen vrouwen, dat vrouwen regelijk zonder... Nee, ik heb niet al vrouwen. Geld, en dit, dat, ik heb het even over... Snap wat ik bedoel? Die wereld, kijk, die wereld trekt mij niet aan om neppigheid, om die dingen hoeft niet.
enige... Maar stel eens voor je, je maakt nu een rap en hij slaat helemaal aan en je wordt populair. Ja. Dan zijn het wel de clubs die jou uitnodigen, niet de kerken, niet de moskeeën. Nee. Begrijp je? Klopt. Dus dan zit je daar op een club, iedereen is dronken, iedereen is open aan het drinken, begrijp je? Er komen meiden naar je toe, je weet hoe dat gaat, je bent bekend. Juist. Je bent en blijft een man, toch? Mm-hmm. Je houdt van vrouwen, eerlijk toch? Is eerlijk. Hey, een mooi liedje. Snap je dan? Ja, toch. Van het ene komt het andere. En voordat je weet, laat je je dan meeslepen of meezuigen in die wereld. Is dat niet een gevaar dan? Een risico? Kijk, als jij, ik denk persoonlijk, als jij met die mindset zeg maar erin gaat. Van, ik moet echt rapper worden, kijk naar 50 Cent en naar die dat. Mm. Dan ga je sowieso erin worden gesluit. Maar mijn mindset is helemaal anders. Sta je echt zo sterk in je schoenen? Ja man, ja man. Ik ben benieuwd bro. Ja, nee, over een jaartje dan zie ik je op tv. Nee, homo's. Oké. Okay. Kijk, ik zeg je heel eerlijk. Qua homo's, ik ga niet oordelen. Wat er met hun gaat gebeuren. Wij allemaal weten dat het onnatuurlijk aanvoelt. Snap je, als je een man ziet gedragen als een vrouw. Het, je weet toch, ik geef je box rustig jouw kant, mijn kant. Zeg je wat ik bedoel? Maar, waarom geen handen? Is dat net even te veel in hand? Nee. Liever gewoon box gewoon. Ja, nee, meer gewoon in de zin van. Meer in de zin van. Ik kan niet oordelen wat er met jou gaat gebeuren. Of schreeuwen dat is slecht, dit en dat. Waarom? Omdat. Ja, uiteindelijk is de oordeel boven. Maar luister, is dat niet ook een probleem dan? Want ik hoor je nu zeggen: je hoeft niet te oordelen of te schreeuwen. Maar je zou toch gewoon kunnen zeggen: hey, luister, homofilie is gewoon fout, punt uit. En als meer mensen dat zouden zeggen, is er helemaal niks aan de hand. Het is ook iets fouts. Begrijp je? Mm-hmm. Ik bedoel, op elke front is het fout. Ga maar naar ziekenhuizen of apotheken. Yeah. Ik ken vriendinnen, maar ook gewoon mensen die daar werken. Die zeggen ook, je wil niet weten hoeveel HIV-patiënten er in Nederland lopen. Gewoon homo's. Die gewoon ziek worden van de daad die ze met elkaar doen. Snap ik bedoel of niet? Het is toch raar eigenlijk? Mm. Als iets zeg maar een ziekte is en een ziekte veroorzaakt. En een gevaar is ook voor de samenleving, want ze kunnen anderen besmetten. Dat daar eigenlijk heel luchtig over wordt gedaan, toch of niet? Daar mag toch gewoon over gesproken worden? Ik vind dat er heel goed over gesproken moet worden en dat mensen minder gevoelig moeten doen. Ja. Of daar mensen mening over hebben, want daarvoor zijn we in de maatschappij. Ja. Maar wat het is met, zeg maar, met homo's, kijk, iedereen weet dat het onnatuurlijk is. Kijk, God is perfect. Chris, niet boos worden. Hey Chris? Hier is Chris. Chris is ook iemand die ik geïnterviewd heb. Oké. Met lippenstift en alles. Kijk. Huh? Hij komt uit jouw stad, vriend. Kijk, hij komt uit Den Haag. Zeg maar, als iemand zo overdreven is, dan krijg je niet eens een box van mij, man. Nee? Nee, heel eerlijk, man. Hij wilde een knuffel geven, of zo. Nee, man. Kijk, dan... Wanneer je gevoelig bij jouw spirituele ding gaat rinkelen van... Maar aan de andere kant is het ook zielig, vind ik persoonlijk. Want ik heb echt sterk het gevoel, en dat heb ik ook tegen hem gezegd, dat iemand ook bezeten kan zijn en ook gewoon echt in de knoop is. En op het moment dat je zo iemand... Dat wordt wel geleerd bij ons, man. Dat, ja, zeg maar, ik ben daarvan overtuigd. Als, zeg maar, als baby is er zeg maar, een soort van een demon in die persoon gaan. Maar ik kan niet zo ver oordelen, man. Ik zeg heel eerlijk, man. Weet je, ik ken ook gewoon homo's die gewoon waar je niet van zou zeggen dat is homo. Ik ken een Marokkaanse jongen. Oh mijn god, dat gaan we weer. Wat zeg je altijd, die Marokkaan. Die homo weet je toch niet Tufik Dibi, hè? Nee, is niet bekend, maar je zou niet eens zeggen dat hij homo was. Plus hoe hij zich gedraagt en dat, dan zijn we gewoon cool. Dan is gewoon, je weet gewoon niks aan de hand. Maar zeg maar, als je die, nee man, ik kan niet met dat. Ik kan echt niet met dat, man. Oké. Ik voel me heel ongemakkelijk, man. Ja, ik vond het echt een superleuk gesprek. Duurde iets langer dan gepland. Ja, toch? Wat zou je nog eigenlijk tegen de mensen willen zeggen? Wat ik persoonlijk... Dit is gewoon jouw momentje eigenlijk. Ja? Je kan eigenlijk een pleidooi halen van 10 minuten lang kun je de camera inkijken en dan kun je gewoon je hele wereldidealen. Wat ik wil zeggen is, ten eerste volg mij, Nito DMC Music. Ten tweede... Broer, is het niet een beetje ingewikkeld? Wat dan? Nito Tito DMS Music. Ja, gaat hem sowieso onder die ding zetten, toch? Oh jee, nee, maar ja broer, dan moet ik dingen gaan... Je moet zelf een reactie maken, anders ben ik een dealer geworden in haramzaken. Maar hoe heet het? Nito? Je mag niet dit onderzetten. Maar hoe heet het? Nito? Nito DMC Music. Waarom zo'n ingewikkelde naam? Ja, Nito is gewoon afkorting. Waarom niet? Ik maak alles kapot. Je weet toch? DMC is Dominicaan en Music is gewoon... Nee, gewoon ik maak alles kapot. Music of zoiets. Ik maak alles kapot. Maar ik maak alles kapot. Ik maak die hele scene kapot. Oh zo, nee. Ja. Nee, is weer te lang, man. Maar in ieder geval wat ik wil zeggen is van... Na al deze gekkigheid, je weet toch, denk even serieus na. Je weet toch, we leven wel echt in de einde tijden. Dat geldt voor elk geloof, maakt niet uit waar je in gelooft. Begin jezelf meer te bestuderen. Want mensen nemen klakkeloos van mensen aan en
gaat zichzelf verdwalen in alles, weet je. Kijk, deze man praat vaak over vrouwen met lippen opgespoten. Wilde ik net zeggen. Die was je vergeten, hè? Broer. Oh, die moest ik zeggen, zeg maar. Kom op, okay. Vuur, man. Nee, zeg maar, heel eerlijk, zeg je eerlijk. En wat hij zegt is echt waar, hè. 99% van de mannen die ik ken, wij vinden het niet aantrekkelijk, die lippen. Nee, gewoon eerlijk is eerlijk. Dat was overigens wat ik deed. Wij vinden het niet aantrekkelijk, die lippen. Weet je toch? Daarnaast staat het niet mooi, het is niet natuurlijk. Jullie krijgen een soort van... Jullie blik verandert alles of zo. Ja, je snapt wat ik bedoel. Je snapt precies wat ik bedoel, toch? Ik hoef het niet past uit te leggen. Niet bij de... Ja. Zeg maar hoe ze geschapen is. Zeg maar, heel veel mensen denken dat ze dan tekort zijn gedaan in hun manier van schapen. Terwijl ze eigenlijk... Het is heel raar. Ja. Maar ze zijn in perfectie geschapen. Precies. En zodra ze daaraan gaan sleutelen, dan verandert die perfectie naar maar iets. Ook die ogen worden UFO. Je weet al, aliens toch? Ja, man. Een beetje. En wat vind je van die lichaam? Want ze gaan nu een stukje verder, hè? Het was niet alleen mijn lippen. Oké, okay, kijk, dus zeg maar. Oh jee. Laat jullie. Kijk, ik heb ooit. Ja, een... die billen vind je geen probleem hoor. Die mogen gewoon helemaal opgebonden worden. Nee. Ik zeg eerlijk, ik hou van naturel, man. Oké. Okay. Ik ben van de oude garde, man. Manier van denken, alles, man. Dus laat jullie tieten met rust, jullie billen met rust. Lippen al helemaal, want. Het staat gewoon niet, man. Ik zeg je heel eerlijk. Wees gewoon natuurlijk. Zelfs make-up wil ik niet eens zien. Zeg ik heel eerlijk. Wow. Ik was in Valencia. Ik heb een filmpje gemaakt toevallig op Instagram. En vrouwen hadden mij alleen maar een duimpje omhoog gegeven. Want daarin had ik gezegd, ik ben hier en ik zie geen één vrouw met make-up. En het is veel knapper. In Valencia? Ja, man. Ik was daar op strand. Dus ik zat te denken, kijk om me heen. Ik dacht, wauw, deze vrouw is gewoon natuurlijk mooi zo. Dat geen make-up, niks. Dus ik had een filmpje gemaakt voor mijn Instagram. Vrouwen hebben alleen maar geabaliceerd en zeiden van ja goed man, geen make-up. Maar toch doen ze wel make-up en alles hier in Nederland. Onzekerheid. Komt ook door die vlogsters allemaal. Ja, kijk vlogsters, ik weet niet man. Broer, kijk. Uithalen. Het komt door die vlogsters, tuurlijk broer. Dat zijn degenen die reclame daarvoor maken en influencers, die hebben invloed op jongeren. Jongeren die kijken daarna toch, is toch logisch? Oké, ik wilde eigenlijk dat je nu zei, fuck vlogsters. Nee man. Dat wilde niet uitkomen. Gast, nee, man. Ik vond het leuk man. Ja, weet je, zei het ja, tuurlijk man. Oh ja, doei doei.